Ga je weg of niet? Ja, hij heeft afscheid genomen van het publiek. Nee, goed, uiteindelijk... ik ben gewoon speler van AZ. Ja. Ik moet cliché gaan uithangen, maar ja, zo is het wel. En uiteindelijk, ik ben niet meer goedkoop. Zo is het ook nu. En ik ben, als ik zelf die bedragen nu ook links en rechts hoor, ja, dat is gewoon een hoop geld. Ja. Dus ja, dat zal uiteindelijk eerst nog wel de club moeten zijn die, die dat echt betaalt. En dat de clubs eruit komen. Maar ja, dat er heel veel interesse is. Maar is Hoffenheim een van die clubs? Want de spits van Hoffenheim gaat naar Schalke. Ja. Nee, ja, klopt. Hoffenheim, nou goed, dat zei ik een aantal weken geleden al. Die zijn wel geïnteresseerd. En, dus dat is wel een... twee dagen geleden hebben ze wel een spits aangetrokken. Dus dat is, ik denk dat die op dit moment eigenlijk weer op een lager pitje staat nu. Ja. Ik wist dat ik daar op de top drie lijst stond, zeg maar. En dat een van ons drie het zou gaan worden. Maar het lijkt dus dat die het is geworden. En dus ja, maar goed, er zijn nog andere... Dus heeft Duitsland wel je voorkeur? Want je zat ook al een keer bijna in Engeland. Ja, nee, maar goed dat je daar niet... Dat het achteraf niet is doorgegaan. Ja, ik vind uiteindelijk... Ja, achteraf is dat goed. Ja, ja. Zeker. Nee, dat heb ik ook wel. Weet je, uiteindelijk gebeurt het hoe het gebeurt. En uiteindelijk gebeurt het de reden. En uiteindelijk ben ik ook van overtuigd dat niet zomaar gebeurt. En nee, uiteindelijk is dat heel goed geweest. En nu, ja, ik vind Engeland een prachtige competitie. Ik vind dat uiteindelijk ook naar een competitie waar ambiance is. Waar met passie gespeeld wordt, met beleving. En ja, daar kijk ik enorm naar uit. Zeker ook om net wat je zei, al die meningen en al dat... Nederlandse gezeur, hoe moet ik het zeggen. Ik denk dat het in het buitenland, dat me dat heel goed gaat bevallen. En dat ik, ik denk dat gewaardeerd zal gaan worden. Ik hoorde, die meningenfabriek, de tafel van Kees is één zo'n programma. Daar hoorde ik maandag best wel een interessante discussie. Waar ze ook zeiden van, ja, Weghorst zal wel in het linker rijtje in de Bundesliga moeten gaan spelen. Omdat hij niet de snelheid heeft als een counterspits. Nee, vond ik wel een interessante discussie. En daar was ik het eigenlijk wel mee eens. Herakles? Ja, rechterrijdje raar. Ja, Herakles heeft wel afvallend gevoetbald dat jaar. Ja, dat is het mooie. Weet je, uiteindelijk zegt iedereen dat. En tuurlijk, vooropstaand pas ik sowieso het beste bij een club die aanvallend voetbal speelt. Zoals AZ dit seizoen, hoe we dat hebben gedaan. En 4-3? Daar rendeer ik absoluut het allerbeste in. Daar ben ik ook mee eens. Alleen moet je uiteindelijk afweging maken als je het hebt over linkerrijtje Bundesliga en linkerrijtje Premier League. Dat is wel dat zijn wel een aardig rijtje clubs. Nee, dat klopt. Daar komt een hele aardige concurrentie bij kijken. En, ik moet mezelf goed afvragen of ik daar op dit moment al klaar voor ben. Want het allerbelangrijkste is dat ik blijf spelen. En ik heb mijn doelpunten ook dit seizoen, ook bij Heracles, heb ik denk ik minstens de helft van mijn goals gemaakt uit omschakeldoelpunten. Uit doelpunten die ik eigenlijk vanuit een steekbal of vanuit een, niet zozeer vanuit een voorzet of vanuit een aanvallende aanval. Echt vanuit omschakelmomenten. Dus daar ben ik eigenlijk ook best wel succesvol in. Dus voor mij, voor mezelf... Gaat dat niet zo op en geloof ik niet dat ik daarvan dat de enige optie is. Maar ja, AZ sluit je ook nog niet uit, als ik jou zo begrijp. Of misschien dat er nog een andere topclub in Nederland zich komt melden van Weghorst. Nee, ja, goed, ja, weet je, uiteindelijk de ambitie is er zeker en dat heb ik uitgesproken. En de ambitie is er van mij. De ambitie is ook, de club uiteindelijk ziet ook wel in dat ik die ambities heb en ook dat het misschien goed zal zijn. Want natuurlijk, ik heb 27 doelpunten gemaakt dit seizoen in alle officiële wedstrijden. Dus ja, dat is gewoon een heel behoorlijk aantal. Dus ja, dat dit gewoon een heel goed moment is, dat is duidelijk. Maar dat zeg ik, uiteindelijk moet er wel de juiste prijs betaald worden. En moet in ieder daar het juiste gevoel bij hebben. En anders dan blijf ik gewoon bij AZ en speel je Europees voetbal. Wanneer neem je voor jezelf een beslissing van joh, dit of dat ga ik doen? Heb je dat voor jezelf in je hoofd? Ja, een tijdsplan? Ik kan zelf heel veel willen, maar daar heb ik niet zoveel te zeggen. Maar ik kan zeggen van joh, straks als de voorbereiding begint, dan wil ik leeg zijn in mijn hoofd. Het is heel simpel, voor de voorbereiding gaat het niet gebeurd zijn, denk ik. Of ja, dan moet het snel gaan of iets. Maar hoe lang duurt eigenlijk een voetbaltransfer? Zoals van Engeland is vervroegd naar 1 augustus nu. Nee, maar hoe lang gaat het over een transfer? Want AZ heeft jou het hele jaar bekeken. Oh nee, ja. En wanneer is dan bijvoorbeeld het eerste contact van joh, AZ heeft belangstelling voor je? Nee, ja, net wat je zegt, gaat een heel seizoen overheen. Ik denk al wel anderhalf seizoen vanuit Duitsland. Inderdaad, zijn twee clubs die me echt al... dat was inderdaad Hoffenheim erin van echt al wel een jaar, anderhalf jaar volgen. Dat is nog een andere ploeg. En, daar heb ik wel een gesprek mee gehad al. En dat was eigenlijk vrij... Was dat Hannover? Vrij goed. Ja, dat maakt niet uit. Dat was wel... uiteindelijk zijn er ook wel daarin gesprekken. Dat maakt mij ook niet uit hoor, noem maar zomaar iets. Nee, maar goed, uiteindelijk... Ja. Uiteindelijk is dat gewoon, gaat daar een hele tijd overheen met scouting, met gesprekken met management, met...
Ja, wat voor persoon is het? Ja, van alles. En ja, uiteindelijk, net wat ik zeg, uiteindelijk is nu natuurlijk de tijd aangebroken dat, ja, dat ook nog eens het financiële spel zal gaan spelen. En, dus ja daarin, daarin verwacht ik niet dat zomaar 1, 2, 3 wat ben je waard eigenlijk? Wat wil AZ voor je hebben? Wat ik waard ben? Ja. Of wat ze willen hebben? Ja, nee, maar wat ben, ja, dat is nee, ook meteen hetzelfde. Wat ben je waard? Ik zou het echt niet weten. Ik ben voor 1,5 miljoen of 1,6 ben ik van Heracles naar AZ gegaan. Maar ik denk niet dat jij onder de 8 miljoen vertrekt. Nee, dat is dat sowieso niet. Nee. Ja, dat is toch een raar gevoel, of niet? Dat je daar, nee, ja, als je in Bonn nou een visje koopt, dat is toch, lijkt me toch raar als je daar als man van 8 miljoen door Bonn loopt. Ja, nee, dat is een heel raar gevoel. Ja, dat is wel, natuurlijk is dat bijzonder. Natuurlijk is dat gek als je dat zelf, weet je, dat ik al met 1,6 miljoen, dat ik dacht van, oh, dat is toch zo, een aardig bedrag. En nu, over de 10. Ja. Met alle respect, ik denk inderdaad dat het meer, dat het eerder daar naartoe zal gaan, dan dat het eronder zal blijven. Dus, dat is een... Spits is duur, hè?